Toen het tumult bedaard was, riep Paulus de leerlingen bij zich om hun moed in te spreken. Daarna nam hij afscheid en vertrok naar Macedonië. Op zijn reis door dat gebied bemoedigde hij de gelovigen op velerlei wijze. Ten slotte kwam hij in Griekenland aan, waar hij 3 maanden bleef. Kort voordat hij per schip naar Syrië wilde afreizen, bleek dat de Joden een aanslag op hem beraamden, zodat hij besloot terug te keren via Macedonië. Hij werd vergezeld door Sopatrus, de zoon van Pyrrhus uit Berea, door Aristarchus en Secundus uit Thessalonica, Gaius uit Derbe en Timotheus, Tychicus en Trophimus uit Azië. Zij reisden vooruit en bleven in Troas op ons wachten. Wij zelf voeren na het feest van het ongedecemde brood weg uit Filippi en kwamen 5 dagen later eveneens in Troas aan, waar we 7 dagen doorbrachten. Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. We waren bijeengekomen in een bovenvertrek waar veel olielampen brandden. Een jongeman die Eutychus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in slaap verzonken, viel hij van de 3e verdieping naar beneden. Toen men hem optilde, bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: houd op met dat misbaar, want hij leeft. Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna onderhield hij zich nog lange tijd met de leerlingen tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij. De leerlingen namen de jonge man die weer tot leven was gekomen met zich mee en voelden zich gesterkt door wat er was gebeurd. Wij scheepten ons in en voeren alvast naar Assos, waar we Paulus overeenkomstig zijn wens aan boord zouden nemen, want hij wilde het eerste stuk te voet afleggen. Toen hij zich in Assos weer bij ons had gevoegd aan boord van het schip, voeren we verder naar Mytilene, van waar we de volgende dag vertrokken om bij Chios voor anker te gaan. De dag daarna staken we over naar Samos en weer een dag later kwamen we aan in Milete. Paulus had namelijk besloten Efeze voorbij te varen om te voorkomen dat hij in Azië zou worden opgehouden. Hij wilde als het maar enigszins mogelijk was op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn. Vanuit Milete stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. Toen ze waren gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe: u weet hoe ik te midden van u geleefd heb, vanaf de eerste dag dat ik in Azië was. Ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan. U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer. Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat, behalve dan dat de Heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, getuigen van het evangelie van Gods genade. Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien.
never see me again. And therefore. Daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben. Ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u 3 jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven. Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Geld of kleding heb ik van niemand verlangd. U weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: geven maakt gelukkiger dan ontvangen. To give than to receive. Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. Niemand kon zijn tranen bedwingen. Allen vielen ze Paulus om de hals en kusten hem. Ze waren vooral zo ontdaan omdat hij gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien. Toen deden ze hem uitgeleiden naar het schip. Nadat we ons met moeite van hen hadden losgemaakt, kozen we zee en zetten rechtstreeks koers naar Kos. De dag daarop bereikten we Rhodos en vandaar voeren we naar Patara. Daar vonden we een schip dat de oversteek naar Fenicië zou maken. We gingen aan boord en voeren weg. We kregen Cyprus in zicht, maar lieten het links liggen en zeilden verder naar Syrië, waar we de haven van Tyrus binnenliepen. Daar moest het schip zijn lading lossen. We gingen op zoek naar de leerlingen en bleven een week bij hen. Geïnspireerd door de geest, zeiden ze tegen Paulus dat hij niet moest doorreizen naar Jeruzalem. Maar toen ons oponthoud ten einde liep, vertrokken we weer, uitgeleide gedaan door alle leerlingen met hun vrouwen en kinderen. We gingen de stad uit en knielden samen neer op het strand om te bidden. Toen namen we afscheid van elkaar. We gingen aan boord van het schip en de leerlingen keerden terug naar huis. Vanuit Tyrus kwamen we in Ptolemais aan, waar we onze zeereis beëindigden. We begroeten de broeders en zusters en bleven 1 dag bij hen. De volgende dag vertrokken we weer en gingen op weg naar Caesarea. Daar vonden we onderdak bij Philippus, een verkondiger van het evangelie en een van de 7 wijze mannen. Hij had 4 ongetrouwde dochters die de gave van de profetie bezaten. Na enkele dagen kwam er een profeet uit Judea die Agabus heette. Hij zocht ons op, pakte Paulus' gordel en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij: dit zegt de Heilige Geest. Zo zal de man van wie deze gordel is worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen uitleveren. Toen wij dit hoorden, drongen wij en de gelovigen van Caesarea er bij Paulus op aan om niet naar Jeruzalem te reizen. Maar Paulus antwoordde: waarom proberen jullie me door je tranen te vermurwen?
Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus. Omdat hij zich niet liet overreden, deden we er het zwijgen toe en zeiden alleen nog: laat gebeuren wat de Heer wil. Korte tijd later maakten we ons reisvaardig en gingen naar Jeruzalem. Enkele leerlingen uit Caesarea gingen met ons mee. Ze brachten ons naar Mnason, een Cypriot, die al vanaf het begin bij de leerlingen hoorde en bij wie we zouden verblijven. Bij onze aankomst in Jeruzalem ontvingen de gelovigen ons gastvrij. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus, bij wie alle oudsten waren samengekomen. Nadat Paulus hen begroet had, vertelde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn verkondigingswerk onder de heidenen tot stand had gebracht. Toen ze dat hoorden, prezen en eerden ze God en zeiden: je hebt kunnen zien, broeder, dat ook vele duizenden Joden het geloof hebben aanvaard en allen leven vol overtuiging volgens de wet. Nu is hun verteld dat jij de Joden die onder de heidenen wonen aanspoort tot ontrouw aan Mozes. Je zou beweren dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden en dat ze zich niet aan de voorschriften hoeven te houden. Hoe beleggen we dit? Ze zullen ongetwijfeld horen van je komst. Doe daarom wat wij je zeggen. Er zijn bij ons 4 mannen die een gelofte hebben afgelegd. Neem hen met je mee. Laat je samen met hen reinigen en betaal voor hen de kosten van de offers, waarna ze hun haar kunnen laten afscheren. Dan zal iedereen inzien dat de verhalen die over jou worden verteld onwaar zijn en dat ook jij doet wat de wet voorschrijft. Wat betreft de heidenen die het geloof hebben aanvaard, hen hebben we schriftelijk op de hoogte gesteld van onze beslissing dat ze zich in acht moeten nemen voor vlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, voor bloed, voor vlees waar nog bloed in zit en voor ontucht. Daarop nam Paulus de 4 mannen met zich mee. De volgende dag liet hij zich samen met hen reinigen en ging de tempel binnen, waar hij bekend maakte wanneer de reinigingsperiode zou aflopen, zodat daarna voor ieder van hen het offer gebracht kon worden. Toen de 7 dagen van reiniging bijna verstreken waren, zagen Joden uit Azië Paulus in de tempel. Ze grepen hem vast en brachten grote opschudding teweeg onder de tempelbezoekers. Ze schreeuwden: Israëlieten, kom ons helpen. Dit is de man die zich telkens weer tegen het Joodse volk keert en tegen de wet en de tempel. Bovendien heeft hij ook Grieken de tempel binnengebracht en daarmee heeft hij deze heilige plaats ontwijd. Ze hadden hem namelijk kort tevoren met de Efeziër Trofimus in de stad gezien en ze dachten dat Paulus hem had meegenomen naar de tempel. De hele stad raakte in rep en roer en er ontstond een volksoploop. Paulus werd hardhandig de tempel uitgesleurd en meteen werden de tempelpoorten gesloten. Terwijl de menigte probeerde hem te vermoorden, ontving de tribuun van de in Jeruzalem gelegerde cohort bericht dat er grote opschudding was ontstaan in de stad. Meteen verzamelde hij een groep soldaten en centurio's en haastte zich de trappen af naar de tempel. Toen de Joden de tribuun met zijn soldaten zagen naderen, hielden ze op Paulus te slaan. Zodra de tribuun bij hen was gekomen, arresteerde hij Paulus en gaf opdracht hem met 2 kettingen te boeien. Aan de omstanders vroeg hij wie Paulus was en wat hij had gedaan. De mensen riepen echter van alles door elkaar. Omdat de tribuun door al het tumult de ware toedracht niet kon achterhalen, gaf hij bevel Paulus mee te nemen naar de kazerne. Bij de trappen begon de menigte echter zo te dringen dat de soldaten hem moesten dragen, want de mensen liepen achter hen aan en schreeuwden: weg met hem! Weg met hem! Vlak voordat Paulus de kazerne binnengebracht zou worden, zei hij tegen de tribuun: mag ik u iets vragen? De tribuun antwoordde: spreekt u Grieks? Bent u dan niet die Egyptenaar die onlangs in opstand kwam en met 4000 oproerkraaiers de woestijn ingetrokken is? Paulus zei: ik ben een Jood uit Tarsus in Cilicië, burger van een niet onbelangrijke stad. Ik zou graag willen dat u me toestemming geeft om het volk toe te spreken.
Zodra de tribune dit had toegestaan, maande Paulus, die bovenaan de trappen stond, de mensen met een handgebaar tot stilte. Daarna sprak hij hen in het Hebreeuws als volgt toe. Broeders, zusters, en u, leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik tot mijn verdediging heb aan te voeren. Toen de menigte hoorde dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werd het nog stiller. Paulus vervolgde. Ik ben een Jood geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgegroeid in deze stad. Ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliel gezeten en ben strikt volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Ik ben een vurig dienaar van God en u allen geeft vandaag blijk van hetzelfde. Ik heb de aanhangers van de weg tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik gevangen genomen en laten opsluiten, iets dat de hoge priester en de hele raad van oudsten kunnen bevestigen. Ik heb van hen zelfs aanbevelingsbrieven gekregen voor onze broeders in Damascus, toen ik daarheen ging om de volgelingen van Jezus in die stad gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen waar ze hun straf moesten ondergaan. Maar onderweg, niet ver van Damascus, gebeurde er tegen het middaguur iets onverwachts. Opeens werd ik omstraald door een fel licht uit de hemel. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik vroeg, wie bent u, Heer? En de Heer antwoordde, ik ben Jezus van Nazareth die jij vervolgt. De mensen die bij me waren zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen me sprak. Ik vroeg, wat moet ik doen, Heer? De Heer zei tegen mij, sta op en ga naar Damascus. Daar krijg je precies te horen wat je opdracht is. Omdat het stralende licht me blind gemaakt had, namen mijn reisgenoten me bij de hand en brachten me zo naar Damascus. Because the brilliance of the light had blinded me. A man named Ananias. Daar kwam een zekere Ananias naar me toe, een man die de wet trouw naleefde en bij alle Joodse inwoners van de stad in hoog aanzien stond. Hij ging voor me staan en zei, Saul, broeder, open je ogen. En op datzelfde ogenblik kon ik hem zien. Hij zei, de God van onze voorouders heeft jou uitgekozen om je zijn wil bekend te maken, om de rechtvaardige te zien en hem te horen spreken, want je zult zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt. Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept. Later, toen ik terug was in Jeruzalem en in de tempel aan het bidden was, werd ik opeens gegrepen door een visioen. Ik zag de Heer die tegen me zei, haast je en vertrek meteen uit Jeruzalem, want ze zullen van jou geen getuigenis over mij aanvaarden. Ik zei, Heer, ze weten toch dat ik vroeger de mensen die in u geloven heb laten opsluiten in de gevangenis en dat ik hen in de synagogen heb laten gijzelen? Ook toen Stefanus zijn getuigenis over u met de dood moest bekopen, was ik erbij. Ik hield de mantels van degenen die hem doden in bewaring en keurde de moord op hem goed. Maar hij zei tegen mij, ga, want ik wil je naar de heidenen sturen, ver van hier. Tot zover had de menigte naar Paulus geluisterd, maar nu begon iedereen luidkeels te roepen. Weg met die man! Zo iemand heeft niet het recht om te leven! Ze schreeuwden, gooiden met hun mantels en wierpen stof in de lucht. Daarop beval de tribuun Paulus de kazerne binnen te brengen. Hij gaf opdracht hem onder het toedienen van zweepslagen te verhoren, om te achterhalen waarom het volk zo tegen hem tekeer ging. Maar toen ze hem al vastgebonden hadden voor de zweepslagen,
zei Paulus tegen de centurio die erbij was. Mogen jullie een Romeins burger gijzelen en dan nog wel zonder vorm van proces? Toen de centurio dit hoorde, ging hij naar de tribuun om hem op de hoogte te stellen. Hij zei: wat bent u aan het doen? Die man is een Romein. De tribuun ging naar Paulus toe en vroeg: bent u werkelijk een Romeins burger? Jazeker, antwoordde Paulus. De tribuun zei: ik heb een vermogen moeten betalen voor dat burgerrecht. Daarop zei Paulus: ik ben als Romeins burger geboren. Meteen lieten de soldaten, die op het punt stonden hem te verhoren, hem met rust, en ook de tribuun sloeg de schrik om het hart, nu hij besefte dat hij een Romeins burger had laten vastbinden. Omdat de tribuun nauwkeurig wilde vaststellen welke beschuldiging door de Joden tegen Paulus werd ingebracht, liet hij hem de volgende dag uit de gevangenis halen en verordeneerde hij dat de hoge priesters en het hele Sanhedrin bijeen moesten komen. Hij liet Paulus naar het tempelgebouw brengen om voor hen te verschijnen. Paulus vestigde zijn blik op de leden van het Sanhedrin en zei: broeders, ik heb een volstrekt zuiver geweten, want tot op de dag van vandaag heb ik mijn leven altijd in dienst gesteld van God. Ananias, de hoge priester, gaf degene die naast hem stonden opdracht hem op zijn mond te slaan. Daarop zei Paulus tegen hem: God zal u slaan, huichelaar. U zit daar om volgens de wet recht over mij te spreken en toch overtreedt u zelf de wet door bevel te geven mij te slaan? De omstanders zeiden: scheld je de hoge priester van God uit? Toen zei Paulus: ik wist niet, broeders, dat hij de hoge priester is. Er staat inderdaad geschreven: een leider van je volk mag je niet verwensen. Paulus wist dat het Sanhedrin deels uit Sadduceeën bestond en deels uit Farizeeën, en daarom riep hij hun toe: broeders, ik ben een Farizeer uit een geslacht van Farizeeën, en ik sta hier terecht omwille van de verwachting dat de doden zullen opstaan. Toen hij dit gezegd had, ontstond er oneenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën en raakte de vergadering verdeeld. De Sadduceeën beweren immers dat er geen opstanding is en dat engelen en geesten niet bestaan, maar de Farizeeën geloven zowel het een als het ander. Er ontstond groot tumult en enkele schriftgeleerden uit de kring van de Farizeeën stonden op en betoogden heftig: wij vinden dat deze man niets heeft misdaan. Het kan toch dat een geest of een engel met hem gesproken heeft? Toen de oneenigheid nog toenam, vreesde de tribuun dat Paulus door de leden van het Sanhedrin verscheurd zou worden. Hij liet een afdeling soldaten komen om hem te ontzetten en hem terug te brengen naar de kazerne. Die nacht kwam de Heer bij Paulus en zei: houd moed, want zoals je in Jeruzalem getuigenis van mij hebt afgelegd, zo moet je ook in Rome van mij getuigen. Toen de dag aanbrak, verzamelde zich een groep Joden die zwoeren dat ze niet zouden eten of drinken voor ze Paulus hadden gedood. Meer dan 40 mannen namen aan deze samenzwering deel. Ze gingen naar de hoge priesters en de oudsten en zeiden: we hebben een heilige eed gezworen om niets meer te eten voor we Paulus hebben gedood. Dient u daarom nu onder het voorwendsel dat u de beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht nader wilt onderzoeken, namens het hele Sanhedrin een verzoek in bij de tribuun om hem naar u toe te laten brengen. Dan staan wij klaar om hem nog voor zijn aankomst te doden. De zoon van Paulus' zuster hoorde echter van dit plan. Hij ging naar de kazerne en nadat hij daar was binnengelaten, stelde hij Paulus van de samenzwering op de hoogte. Paulus liet een van de centurio's bij zich komen en zei: breng deze jongeman naar de tribuun, want hij heeft hem iets mee te delen. De centurio ging met hem naar de tribuun en zei: de gevangene Paulus heeft me bij zich laten komen en me verzocht deze jongeman naar u toe te brengen, omdat hij u iets te zeggen heeft. De tribuun nam hem mee naar een plek waar niemand hen kon horen en vroeg: wat heb je me te melden? De jongeman antwoordde: de Joden hebben afgesproken u te verzoeken Paulus morgen naar hun raad te laten brengen, onder het voorwendsel dat ze zijn zaak nader willen onderzoeken.
maar u moet hen niet geloven. Meer dan 40 van hen willen hem in een hinderlaag lokken. Ze hebben een eed gezworen dat ze pas weer zullen eten en drinken als ze hem vermoord hebben. Ze staan al klaar en wachten alleen nog tot u hun verzoek hebt ingewilligd. De tribuun liet de jongeman vertrekken, maar beval hem. Vertel aan niemand dat je me hiervan op de hoogte hebt gesteld. Daarna liet hij 2 centurio's komen en zei: zorg dat er vanavond 3 uur na zonsondergang 200 soldaten klaarstaan om naar Caesarea te gaan, samen met 70 ruiters en 200 lichtbewapende mannen. Zorg ook voor een stel rijdieren om Paulus veilig naar procurator Felix te brengen. Ook schreef hij een brief met de volgende inhoud: Claudius Lysias aan zijn excellentie procurator Felix. Gegroet. Toen deze man werd opgepakt door de Joden en ze op het punt stonden hem te vermoorden, heb ik hem met behulp van mijn soldaten ontzet. Daar ik vernam dat hij een Romeins burger is. Omdat ik wilde weten waarvan ze hem beschuldigden, bracht ik hem naar hun raad en stelde toen vast dat de beschuldigingen betrekking hadden op geschilpunten in zaken hun wet. Er werd hem niets ten laste gelegd dat met de dood of gevangenschap wordt bestraft. Ik werd er vervolgens van op de hoogte gesteld dat er een aanslag tegen hem werd beraamd, waarna ik hem onmiddellijk naar u heb gezonden. Ook heb ik degenen die hem beschuldigen gelast dat ze hun grieven jegens hem aan u moeten voorleggen. De soldaten namen Paulus mee, zoals hun opgedragen was, en brachten hem 's nachts naar Antipatris. De volgende ochtend lieten ze de ruiters met hem verder reizen en keerden ze zelf terug naar de kazerne. Na aankomst in Caesarea overhandigden Paulus' begeleiders de brief aan de procurator en droegen Paulus over aan zijn gezag. Nadat Felix de brief had gelezen, vroeg hij uit welke provincie Paulus afkomstig was. En toen hij had gehoord dat Paulus uit Cilicië kwam, zei hij: ik zal u verhoren, zodra ook uw aanklagers aangekomen zijn. Hij gaf bevel hem gevangen te houden in het praetorium van Herodes. 5 dagen later arriveerde Ananias, de hoge priester, samen met enkele oudsten en met Tertullus, een advocaat. Ze dienden hun klacht tegen Paulus in bij de procurator. Toen deze voor het gerecht geroepen was, begon Tertullus zijn requisitoire als volgt. Excellentie, dat wij dankzij u in duurzame vrede leven en dat door uw vooruitziend beleid hervormingen ten gunste van het Joodse volk tot stand komen, erkennen we van ganser harte en we zijn u daarvoor veel dank verschuldigd. Ik wil u echter niet langer ophouden dan nodig is en daarom doe ik een beroep op uw welwillendheid om een ogenblik naar ons te luisteren. Het is ons gebleken dat deze man een ware pest is en dat hij overal ter wereld onlusten onder de Joden veroorzaakt. Als een van de voornaamste leiders van de secte van de Nazareërs heeft hij zelfs een poging ondernomen om de tempel te ontwijden, waarna we hem hebben overmeesterd. Dat al onze beschuldigingen juist zijn, kunt u uit zijn eigen mond vernemen als u hem ondervraagt. De Joden steunden de aanklacht en bevestigden de juistheid ervan. Toen de procurator Paulus toeknikte ten teken dat hij het woord mocht voeren, sprak hij als volgt. Ik weet dat u al vele jaren recht spreekt over het Joodse volk en daarom verdedig ik mijn zaak in goed vertrouwen. U kunt u ervan vergewissen dat ik pas 12 dagen geleden naar Jeruzalem ben gegaan om daar God te aanbidden. Ik heb in al die tijd nooit een debat uitgelokt of een volksoploop veroorzaakt, niet in de tempel, niet in de synagogen en ook niet elders in de stad. Mijn aanklagers beschikken over geen enkel bewijs voor hun beschuldigingen. Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de weg die zij een secte noemen, de God van onze voorouders dien en dat ik geloof in alles wat in de wet en de profeten geschreven staat. En evenals mijn aanklagers hoop en verwacht ik dat God zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen uit de dood zal doen opstaan. Daarom tracht ook ik steeds mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen. Na verscheidene jaren ben ik naar Jeruzalem gekomen om giften te brengen voor mijn volk en offers op te dragen. Ik was daarmee bezig en had me al gereinigd toen enkele Joden uit Azië me in de tempel aantroffen. Er had zich geen menigte verzameld en er was ook geen sprake van tumult.
Zij zijn het die voor u hadden moeten verschijnen om me aan te klagen, aangenomen dat ze iets tegen me hadden kunnen inbrengen. En anders moeten deze mensen hier maar eens zeggen van welk misdrijf ze me konden betichten toen ik voor het Sanhedrin verscheen, of het moest zijn dat ik heb uitgeroepen toen ik voor hen stond. Omwille van de opstanding van de doden sta ik vandaag voor u terecht. Felix, die goed bekend was met alles wat op de weg betrekking had, verdaagde daarop de zitting en zei: zodra Lysias, de tribuun, is aangekomen, zal ik in uw zaak uitspraak doen. Hij gaf de centurio opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder een mild regime, en gelaste dat niemand uit zijn kring verhinderd mocht worden voor hem te zorgen. Enkele dagen later ging Felix samen met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was, naar de gevangenis. Hij liet Paulus halen om te horen wat hij over het geloof in Christus Jezus te zeggen had. Maar toen Paulus sprak over gerechtigheid en zelfbeheersing en over het komende oordeel van God, werd Felix bang en zei: voorlopig kunt u gaan. Wanneer ik in de gelegenheid ben, zal ik u weer laten roepen. Maar intussen hoopte hij dat Paulus hem geld zou aanbieden. Daarom liet hij hem telkens weer komen voor een gesprek. Toen er 2 jaren verstreken waren, werd Felix opgevolgd door Porcius Festus. Om de Joden ter wille te zijn, liet hij Paulus in gevangenschap achter.